What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leaving. But where? I have to return some videotapes. Ja, dag dames en heren. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Video Corner. De corner waar we jullie wekelijks voorzien van het laatste nieuws uit de filmwereld. Mijn naam is Mirza. Mijn naam is Arun. Sorry. Mijn naam is Hakan. Jongens, hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Gaat lekker. Ik ben uit de morfine, dus... wel nog aan de pijnkillers, maar wel uit de morfine, dus ik ben... Voel je wel beter dan? Ik voel me wel beter, man. Ten opzichte van vorige week zaterdag. Kiel zat hier vorige week erbij, joh. Lekker spacen, man. Ja, man. En dat was een andere ik. En haar kan jij dan? Ja, gelijk. Heb je nog steeds dorst? Hele dagen. Hele dagen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb honger en geen last van. Ik hoor ook heel veel mensen, jij rookt ook, heb je echt zo de neiging van, oh, ik moet roken. Nee, dat ook weer niet. Ja. Valt wel mee. Ik heb dat totaal niet. Dat roken, joh. Volgens mij als je een sigaret inneemt via de aderen, mag het wel. Dus, Ja, dat kan ook. Dat is het. Maar jongens, wat was het weer een week? We hebben weer wat hoogtepunten. De Super Mario Bros. Movie breekt alweer een record. Oh. Tijdens de openingsweek. Jullie waren er naartoe geweest. Ja, zeker. 377 miljoen tijdens het openingsweekend. Ja, dat is het openingsweekend. Alleen openingsweekend? Ja, alleen weekend. We zijn nu al 2 weken verder, maar... We hebben updates. We hebben updates. Daar komen we straks op. Ja. En daarnaast is er aangekondigd een nieuwe streamingsdienst. De app Max. Yes. Max. Dat is nieuw. En daarbij ook heel veel nieuwe trailers. En daarbij ook nog heel veel nieuwe trailers. Ja. Maar weet je wat, er is heel veel te bespreken. Ja. Zullen we gewoon doorgaan? Nou ja, nog voordat we doorgaan. Ik was afgelopen weekend door Instagram aan het scrollen. Dit is ook niet per se filmnieuws, maar ik vind het wel schandalig dat sommige mensen wegkomen met plagiaat, fraude. Je betaalt aan een media marketingbedrijf, betaal je waarschijnlijk geld om iets voor jou te produceren. Maar die gasten zijn niet zo creatief en die kopiëren gewoon een stijl van iemand anders. En daarmee kom jij op tv en op internet. Ja. Ik heb het over de reclames van Texels. Je kunt ze kennen waarschijnlijk van de Scream-kopper. half jaar geleden had je al een tv-spot waarbij je gewoon zag dat het symmetrische, de kleurenpalet, de snelle pants, die stijl, dat was gewoon echt Wes Anderson. Ja. En dan nu zag ik afgelopen weekend weer een poster van een nieuwe 0.0 van Texels. En dan zie je die lettertypes die ze gebruiken en de kleurenpalet wat ze daarbij hebben gebruikt, zie je gewoon terug in Asteroid City. Of althans, van Asteroid City zie je terug in de reclame van Texels. Het is niet oké. Maar kunnen ze zo makkelijk mee wegkomen dan? Ja, wat ik ook aan dacht, want Wes Anderson die staat ook open voor reclames. Okay. Hij heeft eerder reclame gemaakt voor Gucci, short film voor Gucci, short film voor H&M. Mm-hmm. Dus dan zou er wel iets van rechten of zoiets zijn, toch? Auteursrechten of wat dan ook. Ja. Dat je zo'n stijl kopieert. Maar als ze hem zouden soort van inhuren, dan zou het wel wat knaken. Ja, ik denk dat wel wat klaus inderdaad. Dat ze nou gewoon... Kijk of je het met me eens bent. Check onze Insta. Ik ga van dit stukje even een reeltje maken. Ja, met de illustraties erbij. En dan kunnen de luisteraars ook even mee discussiëren. Ja, dan snap je wat ik bedoel. Ja. En dan taggen we allemaal Wes Anderson erom. Ja, man. Hopelijk leidt het tot een rechtszaak. Nee, ja, dat was vreemd, man. Ja, dat ze het één keer hebben gedaan, oké. En nu ben je gewoon echt alles aan het kopiëren van die gasten, weet je wel. Als reclamebureau zijnde. Ja, dat moet je ook niet hebben. Het moet wel een beetje origineel blijven. Ja, dat maakt sommige gasten ook gewoon uniek, dat ze een eigen stijl hebben. Ja, dat klopt. Ja. Laten we beginnen, man. Over gasten gesproken. We hadden toch een gast eigenlijk hier? Oh ja. Ja, Erdem. Hij zei vorige week iets van... Wacht. Hij zei dit precies. Wat zei hij ook zo? Vertel eens even. Jongens, ik ben volgende week vrij. Ik denk dat ik weer kom. Oh. Ja, zoiets zei. Ja. Bel die gozer. Bel hem. Ik weet niet of die gaat opnemen. Dat maakt niet. Bel gewoon wakker. Je bent aan het bellen nu ook? Ja. Oh, dat vaste segmenten. Is hij opgenomen?
Hij moet er opgenomen. Good morning. Erdem. Erdem. Is hij... kijk eens naar jouw speaker dingetje dan. Is hij verbonden aan het kastje? Zeker. Op je telefoon? Zeker. Bluetooth. Oh. Erdem gaat op zijn zwijgrecht. Goedemorgen, Erdem. Goedemorgen, Erdem. Zeg Goedemorgen. Niks. Zeg niks als je volgende week weer komt. Top. Yes, dankjewel, man. We gaan door. Oké. Okay. Nee, okay. Hij werkte niet of zo. Wat? Ik weet niet, man. Hij was verbonden aan de... Hij heeft ook opgenomen, maar... Hij heeft ook opgenomen. Vreemd. Vreemd. In ieder geval, we gaan door naar het nieuws. Hij heeft geen zin in ons. Hij heeft geen zin. Maar wij hebben wel altijd zin in hem. Ja, man. Wel raar, man. Ja, man. Nou, laten we doorgaan. Yes. Yes, ik had het net al over... Mario. Super Mario Bros. Super Mario yes. Bros. Ja. Super ja. Mario Bros. Jullie zijn er geweest en hadden ook een review over gemaakt. Ja, we hadden een review gemaakt van Super Mario Bros. Hebben jullie ook dit verwacht? Deze openingsknaller? Jawel. Ja? Jawel. Het was wel een anticipated film ook. Ja. Dus er is best wel lange tijd naar uitgekeken. Ja, ik ben niet zo'n vervent animatiefilmliefhebber zoals ik ben gegaan. Mm-hmm. Oké, ik heb wel een review voor moeten maken. Maar ook als ik geen review had gemaakt, had ik het nog gekeken. Dus ja, snap je wat ik bedoel? Het is gewoon een beetje dat nostalgie. Nostalgie dingen, inderdaad. Ja, hij heeft zelfs records gebroken van The Ant-Man, Detective Pikachu en zelfs Frozen. Frozen. Frozen nog niet. Nog niet? Nee, Incredibles 2 is die wel voorbij. Ja, hij heeft wel een record verbroken van biggest opening in... Ja, als premier week. Van 377 miljoen of zoiets. Had hij toen had hij het record inmiddels al verbroken. Ja, klopt. En volgens mij zit hij nu al boven de 500. Boven de 500 miljoen. En als ze zo doorgaat, kunnen ze aansluiten bij de Billionaires Club voor de animatiefilms. Echt? Ja. Wow. Dat ze over de miljoen gaan. Er zijn maar 10 films die dat ooit hebben gehaald. En als je dan nog Lion King met CGI... Maar je hebt 10 vingers, noem ze allemaal af zo op. Nou, is goed. Dus, wacht, Frozen 1, 2, Finding Dory. Nee, maar wat ik... Ik zag laatst zo'n filmpje van... ik weet niet meer van welke filmnieuwsplatform het was. Dan zijn ze zo die gasten aan het filmen die Mario ooit heeft uitgevonden, weet je wel. En dan zegt hij zo als commentaar zo van, oh, this is the guy who found out Mario. Well, we're looking at Jack Black in the back. Zie je Jack Black zo achtergrond, op achtergrond zie je waar ze foto's maken, weet je wel. Ja, ja. En hij heeft dan zo'n jasje met op de rug die Bowser decor, of hoe noem je dat? Zo'n soort van textuurtje. Ja. En dan zit hij altijd zo achterop te gooien. En dan zit hij altijd te roepen. Ah, ah, ah. Dat gaat al 1 minuut lang gaat het door. Ah, die man. Ja, maar hij is ook goud, jongen. Hij heeft ook een eigen YouTube-kanaal, toch? Jablinski Games of zo. Echt? What's up, Jables? Gaat hij altijd zo, weet je wel. Gaat hij Red Dead Redemption spelen met gewoon solo, maar dan gewoon met de kijkers. Ja. En ook heeft hij een liedje uitgebracht. Nee, ja, dat liedje uit dingen. Dat vond ik vet. Ja, de Peaches. Weet je wel, dat stukje. Daar is nu een videoclip van gemaakt. Maar ook Cole Bennett heeft daar een videoclip van gemaakt. Cole Bennett, de lyrical lemonade guy, weet je wel. Oh, ja. Al die Amerikaanse SoundCloud rappers videoclip gemaakt. Dus ik zag dat ook. Dat vond ik best wel leuk. Leuke toevoeging aan de film. Oh, ik heb dat niet gezien. Ik heb het zelfs op een story gepost, Hakan. Hoezo heb je dat niet gezien? Eentje volgt zijn eigen story. Dat is nieuws niet. Godverdomme. I'm legally blind. Nou, blijkt maar weer. Maar ook, jongens, van de week was dus de presentatie van Warner Bros. Discovery. Ja, ja. En, ja, zo'n een presentatie. Oh, en, een flinke presentatie. Ja. Maar daar kwam het ook uit dat ze een nieuwe streamingsdienst gaan opzetten. Ja. Max. Ja, in principe is het gewoon HBO Max met extra dingen. Nou ja, ik zal het even toelichten. Ja. Warner Bros. En Discovery zijn samengekomen. Dus het is nu officieel Warner Bros. Discovery. Ik snap nog steeds niet waarom die punten tussen zit. Ja. Je had dus al HBO in Amerika. En je had HBO Max, de app. Die heb je dan ook in Europa. Ja. Je had Discovery Plus. Ik heb slecht geslapen vannacht. Hij heeft altijd wat, jongen. Maar je hebt dus ook Discovery Plus. En dan nu... zijn er bedrijven bij ingekomen. En dan gaan ze al die Discovery Plus, HBO en HBO Max... gaan ze allemaal tot de stekkers eruit trekken. Wordt het één platform Max. Dus wat je op Max te zien wat op Max te zien zal zijn is... HBO Max series. Mm-hmm. Warner Bros. Films.
Discovery programma's en ook de Food Network, want dat is ook een onderdeel van dingen. Ja. TLC weet ik niet zeker. TLC is ook van Warner, van Discovery Plus was het wel een onderdeel, klopt. Maar ik weet niet of die ook op de dingen gaat komen, op de Max app. Ja. Dus maar ik vind dat wel vet nieuws, dat eindelijk een beetje, hoe zeg je dat, collabs, dat ze eindelijk een beetje dingen bij elkaar komen. Ja, is mooi, maar ook, want de prijzenlijst was ook weer bekendgemaakt. Ja, dat gaat omhoog natuurlijk. Ja, in mei gaat de app gaat die in Amerika. 2024 wordt die verwacht in Nederland. De prijzen gaan omhoog. Dat is wel, want ik heb helemaal niks met Discovery. Ik hoef geen Discovery dingen, weet je wel. Nee. Maar ja, die moet je dan ook afnemen bij het pakket. Kijk, een Amerikaanse pakketten. €10 heb je advertenties. Mm-hmm. Kun je kijken in HD. En dan kan je maximaal 2 streams tegelijk openen. En dan heb je audio 5.1 van Dolby. Ja. Voor €16 heb je geen ads. En dan heb je exact hetzelfde. Gewoon HD 5.1 surround en 2 streams. Dus voor €6 extra gaan die ads weg. Ja. En dan komt het duurste pakket. En dan krijg je pas voor €20 per maand krijg je geen ads 4K. En dan krijg je Dolby Atmos met 4 streams tegelijk. Mm. Ik betaal nu €4. Want van die openingsactie, weet je wel? Klopt. Voor altijd 50% korting. Ja. Dus ik betaal nu €4. Maar gaat dat weg? Dus. Ja, dat weet ik dus niet. Ik heb geen zin om €20 te betalen voor HBO Max. Omdat ik Discovery en dingen erbij moet hebben. Ja. Weet je wel? Ja. Kan me gestolen worden. Ja, en het is ook bullshit dat je nu ook gewoon gelijk de duurste moet afnemen voor 4K. Ja, klopt. Mm. Ja. Maar ja, verwachten ook in Nederland een prijsstijging. Ja, die zit hier waarschijnlijk ook aan te komen. Als er nog steeds 50% korting op zit, dan heb ik er geen moeite mee. Ik wil best €10 opzalen. Ja, maar wat het ook is, ik weet niet of het echt verstandig is. Je ziet er heel veel partijen die hun prijzen verhogen, die gaan onderuit. Ook mede door die inflatie, weet je wel. Mensen proberen kosten hier en daar te drukken. Mm. En amusement is niet een main priority van je leven, weet je wel. Nee. Dus ik verwacht echt wel dat heel veel mensen een abonnement gaan opzeggen op HBO Max als die prijzen weer omhoog gaan. Klopt. Ja. Terwijl ik persoonlijk HBO Max best wel goed vind. Ja, HBO Max vind ik echt goed. Ik vind HBO Max en Amazon vind ik een van de betere. Ik heb Netflix had ik. Stopgezet. Videoland stopgezet. Ik heb nou HBO Max alleen. Echt? Oh. Ja. Ja. Ik kijk vooral ook films, weet je wel. Mm. Dus die staan allemaal gewoon op Amazon en op dingen. Yeah. Ja. Ik kijk heel veel series, maar vooral oude sitcoms. Ja, die staan ook heel veel op dingen. Klopt. Op HBO. Oh ja, nog iets. Heb je gezien? Spin-off. Big Bang Theory. Heel veel spin-offs, ja. Ja. Komen die allemaal al erop? Ja, die er komt een spin-off van Big Bang Theory. Hebben die gekeken, Big Bang Theory? Ja, in delen of zo, maar niet echt gevolgd. Nee, ik heb Big Bang. Ik vind Big Bang Theory vind ik leuk. Ik kijk ook Young Sheldon altijd. Ik heb Young Sheldon altijd. Op Comedy Central toch? Ja, ik kijk dan gewoon via internet. Maar ja, die Comedy Central op Videoland volgens mij lopen ze een seizoen of zoiets achter. Nou, dat is helemaal niks. Maar ja, ik vind dat leuk. Ik ben benieuwd wat gaat komen, want Chuck Lorre gaat er gewoon aan werken. Maar, ik denk dat ze nou Leonard gaan doen. Young Leonard. Ja, weet ik niet. Want die heeft toch altijd van die mama-issues? Dan vertellen ze toch altijd die... Howie, misschien ook leuk. Ja. Ja. Of Penny zelfs. Hoe ze is opgegroeid in Texas. Ja, maar zo kun je eeuwig doorgaan. Ja, over elke personage, een backstory, spin-off. Hoe heet die dingen ook alweer? Die hinder staan. Rajesh Kutrapali. Die dus. Hey, that's racist. Ja, die. Maar er zit... nog meer spin-offs was ook tijdens die presentatie allemaal aangekondigd. Even kijken, Game of Thrones, House of Dragons, die heeft al een seizoen 2, wat nu in de maak is gegaan recent. En dan heb je Game of Thrones 7 seizoenen. Dus nu komt er een spin-off uit die boekenreeks weer. A Night of the Seven Kingdom, moet die gaan heten, kan nog veranderen. Ik weet niet zeker of dat bevestigd is, die titel. Ja, en ook groen licht nu officieel, want vorige week werd het besproken en nu is het groen licht officieel voor Harry Potter series. Harry Potter, yes. Volledig nieuwe cast, 7 nieuwe seizoenen en het zal waarschijnlijk 10 jaar duren. Dus dan zijn jullie inmiddels 40, jongens. 10 jaar duren? Ja. Oh. Ja, man. Nee, ja, 10 jaar duren niet qua productie, weet je. Als hij in 1 gaat uitkomen, dan zit er 1 jaar tuurlijk. Tussen. Dus de hele tijd, zo gaat het gewoon ongeveer 10 jaar... Ze houden ons even elke keer even zoet, zeg maar. Maar het moet ook gefilmd worden. Ja. Ja, okay. Maar wel volledig nieuwe cast. Dus, Gaan ze dan is daar iets al bekend over? Bekende namen? Nee, daar is nog helemaal niks over bekend. Okay. Ik zag van de week wel iets van dat de fans helemaal...
voor de nieuwe acteur die Professor Snape zal spelen. Ik waren ze gezien. Niet zo heel blij mee. Maar ik heb voor de rest ook niet kunnen vinden wie het gaat spelen. Ja, ik heb via bronnen gehoord dat Tom Hanks misschien zou zijn. We kunnen even inbellen met Erdem. Hij heeft gecast, maar ik weet niet of hij door is. Hij is van Dumbledore, man. Hij is van Dumbledore. Okay. Laten we Erdem even bellen voor bevestiging. Ja, the word is out. Het is Tom Hanks. Nee. Ja, ik weet het niet. Ja, er is wel altijd heel veel commotie over Harry Potter. Maar dat is met die... schrijfster te maken. Ja, die J.K. Rowling. Ja, J.K. Rowling, ik vind wel dat, Warner Bros. Nog goed is weggekomen met... Wat heeft zij te zeuren, man? Zij heeft echt... Nee, zij heeft niet per se wat te zeuren. De fans hebben altijd wat te zeuren, omdat zij transfoob is en zij komt er ook voor uit. Oh ja. Dat is een hele trans community die het niet wilt. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar in ieder geval, we gaan door naar... de Johan Derksen van de Marvels, Hakan. Met zijn ongezouten mening. De Marvels komt uit op 8 november. Dat is een soort van keeping up with the Kardashians, maar dan de Marvels vorm. Heb je er zin in? Nou, ik heb Captain Marvel gekeken. Nou, dat vond ik een goede film, maar jongen. Maar de Marvels niet? Die trailer kwam uit. Ik denk even, wat is dit, joh? Ik sta er echt niet op te wachten, eigenlijk. Ik had zo'n beetje een flodder vibe. Ja, inderdaad. Van de Marvels dan. Met zo'n roze Cadillac. Ja. Hoe noem je ook dat? Het lijkt wel een parodie of zo van... Ik weet niet. Ja, ze zijn wel uitgesteld. Hij zou eigenlijk al uitgekomen zijn. Okay. Maar was uitgesteld. Maar dat valt me laatste... Bij Thor, die had dat ook. Ik kwam ook zo'n film uit. Dacht ik ook bij mezelf, wat is dit? Ja. Gewoon helemaal geen Thor-vibe meer, weet je wel. Misschien is het gewoon snelle productie, snel geld verdienen. Ja, het kan ook een fuck-up zijn van de regisseur. Want zo'n regisseur wordt aangesteld voor zijn visie. En als zijn visie dit is, dan... Oké. Ja, maar dit is de tweede film van Captain Marvel, eigenlijk. En weet je, in de eerste film is altijd zo van... Oké, dit is een superheld. Mm-hmm. Dit en dit gebeurt er, waardoor zij dus zo gaat worden. En dit is het komende verhaal. Dit moet je een beetje verwachten. Ja. En nu heb ik in één keer... Ik stond te kijken. Ik denk bij mezelf van... Ja. Nou. Maar... Ik vind maar niks. Duidelijk. Ja. Ik vind echt helemaal niks. Maar er zijn meerdere meningen natuurlijk. En jij spreekt natuurlijk voor heel Marvel dingen. Hè? Hij is wel de... Ik spreek wel voor heel veel fans. Dan hoor je dat, Marvel. Dit is gewoon... Community in levende lijven. Hey, hij is wel de penningmeester van de Marvel fanclub uit Nederland. Nou. Dat moet je niet vergeten. Maar mag ik, bij HBO hadden we het ook zo over. Ja, hadden we het erover. Ja. We zijn wel twee titels vergeten, man. Ja? We zijn niet de minste, man. The Sympathizer. Daar komen ook nog een trailer van uit. Ja? Gaat een beetje over de Vietnam War. Okay. Met Robert Downey Jr., Nou. En een nog groter titel die we zijn vergeten is Penguin. Penguin van Batman. Ja, de Penguin van Matt Reeves Batman. Volgens mij wordt hij ook geregisseerd door Matt Reeves weer. Ik heb Batman niet gezien. Ik denk dat Batman er ook niet in voor gaat komen. Denk het ook niet. Maar het is meer een backstory van de Penguin. En het is eigenlijk gewoon een misdaadfilm. Gewoon een maffiafilm of een serie. Met Colin Farrell gewoon weer als die Penguin. Ja, Penguin is mooi. Ik vond deze Penguin vind ik nog wel nice, man. Ja? Ja, die is wel goed Ken gemaakt. Je die Penguin van nog van weet je nou? Ja, je had één keer zo'n Penguin, die was echt nasty, joh. Die leefde in de colors en zo. Ik ben de naam even vergeten. Nee, man. Die was echt vies, man. Jeugdtrauma's, man. Echt? Ja, ik ben even naam vergeten, maar als ik die kan vinden, dan komt een reeltje aan. En verder, jongens, Stranger Things, die krijgt een animatieserie. Ja. Ja. Is dat weer... Volgens mij, van Oroen weet ik, je hebt Stranger Things gekeken. Ja. Is het weer lekker uitmelken? Ja, Stranger Things is eigenlijk wel goed. Stranger Things wordt niet slechter op met de seizoen. Nee, dat klopt. En het is ook niet constant hetzelfde verhaal ongeveer. Ja, het is wel gewoon steeds weer iets wat van de upside down komt. Maar ze hebben altijd wel creatieve oplossing voor het nieuwe seizoen. Mm. Dus ja, Stranger Things is niet verkeerd, man. Je hebt heel veel series die dan gewoon slechter worden, weet je wel. Stranger Things blijft goed en blijft zich vorderen. Blijft zichzelf uitdagen. Maar of ik zit te wachten op een animatieserie, niet echt. Mm. Ik zie ook niet voor me wat de animatieserie moet voorstellen.
moet altijd denken als iemand zegt van ja, er komt er een animatieserie vanuit. Moet ik altijd denken aan Trailer Park Boys. Die hebben nu toch ook zo'n animatieserie. Dat is ook een serie, jongen. Ja, die was, ja, maar die serie, die animatieserie was alweer drie keer niks, weet je wel. Ja. Dan zitten ze in de auto of zoiets en dan in één keer zijn hun vingers gekleurd en dan raken ze in paniek en dan zitten ze in één keer in de tekenwereld en dan komt Leahy komt dan weer aangelopen, ja. Terwijl Leahy in het echt is overleden. Ja, ja, dus op die manier kun je eigenlijk wel gewoon overleden acteurs te leven houden, brengen, weet je wel. Ja. Zo, een haar in mijn neus? Of wat is het? Oh, mijn baard kriebelt. Hebben jullie nog wat nieuws, jongens? Poh. Oh, of ik nieuws heb? Ja. Zeker, ik heb genoeg nieuws. Heb je nog wat meegenomen? Zeker, ik pak even mijn boekje erbij. Oh ja, de Continental. Want de Continental poster was afgelopen maandag gedropt. Dat is met die lift. Dat is met die lift, inderdaad. En dan later kwamen er nog twee nieuwe trailers uit. Ik heb wel iets van een beeld nu, van wat ik moet verwachten. Maar ik verwacht er niet heel veel van, eerlijk gezegd. Nee, nee, het is... Het is een soort van een veilige haven voor de schurken, toch? Ja. Zo kun je het zien. Ja, maar ik weet niet wat hoe het gaat afspelen. Dat vraag ik me af. Want je ziet heel veel verschillende karakters nu. Mm. Gaan we dan per aflevering een side story volgen? Ja. Ja. Gaat het een grote shitshow zijn in het hotel? Dus ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. En eerlijk gezegd, ik heb ook niet zoveel verwachtingen van. En misschien is dat de beste manier om erin te gaan. Ja. Zonder verwachtingen. Of helemaal niet kijken. Of helemaal niet kijken. Maar jij misschien kijkt nog wel naar, jij kijkt er wel naar uit, of niet? Ja, in het begin wel. Ik dacht, ja, maar ja, in het begin dacht ik van, oké, het is gewoon een spin-off van een persoon. Maar ik zie nu heel veel verschillende karakters. Ik denk bij mezelf weer wat gaat gebeuren. Ja. Misschien gewoon elke episode gaan ze iemand volgen. Ja, zoiets dacht ik dus ook misschien. Die eigen story. Ja. Je ziet in de trailer wel gewoon iemand die dan zijn wapens en zo voorbereidt in zijn hotelkamer en zo. Hmm. Dus ik denk dat ze zoals, ja, gaan ze elke aflevering gewoon iemand volgen. Okay. Zo, denk ik. Pak ze één keer Mr. Nobody. En Mr. Nobody, die, ja. Oh ja, Mr. Nobody van dat van is gewoon een beetje het achtergrondverhaal van die gasten. Ja. Dat kan zo. Ja, dat moet dan denk ik je wel nog zoiets zijn. Killer Harkan. Killer Harkan. Killer Harkan. Killer Harkan uit Berlijn. Nou ja, maar ja, het hotel renovaties zitten erop, denk ik. Oké, okay, lekker. Ja, klopt. Het hotel zat flink goed uit. Ja. Ja, en ja, nog meer nieuws. Even kijken. A24 dropt een trailer van Talk To Me. Die horror... zag er echt eng uit, hè? Ja, een horrorfilm. Ja. Iets met handjes. Ja. Ja, de coronaperiode is voorbij, dus je mag weer handen schudden. Zonder te desinfecteren. Hoest in de ellebogen. Ik had vroeger echt helemaal niks met horror, hè. Nu nog steeds nog niet? Jij wel. Nee, ik schrik ze. Ik vind het wel leuk nu. Ja. Maar ik schrik wel snel. Je moet ze kunnen zien in de bioscoop als er bloed is. Ja. Weet je wat het mooiste is? Nee, niet met bloed. Nee. Bloed, daar heb ik niks mee. Maar weet je, het mooiste is gewoon, ik zit gewoon in die film. En ik zeg gewoon tegen, dan zit mensen bijvoorbeeld langs me. Ja. Maar hij en jouw broer, die hebben mij gewoon overgehaald om naar horror te gaan. Ja. Ik vond gewoon helemaal niks horror. En nu vind ik wel leuk. En dan zit ik in die film. En dan zit ik te kijken. En dan zit ik mensen aan en zeg, kijk, let op. Schrik scène. Dit gaat gebeuren. Ja, je verwacht het wel. Je hoorde dan muziek. Dit, dat. Dus ik sta met hem te praten. Hij zegt, maar jij gaat toch weer schrikken. Ik zeg, nee joh, ik weet dat hij eraan komt. En dan, boom. Dan zit je daar, weet je dan wel. Dan zie ik je wat vliegen, zo. Ja, maar, het kunst is wel, je hebt een soort van methode in schrijftechniek. Een soort van, ja, hoe noem je dat? Een double time of zoiets. Dan bouwt het hele moment op naar iets. Mm. Opent die deur. Niks. En dan... Oh. Juist, en dan ben je ontspannen. Ja, en dan duikt hij in één keer achter hem op. Weet je wel. Ja, dat. Ja, ja. Maar dat moet je ook weer onverwacht maken. Kijk, sommige gasten die maken het zo obvious meestal. Dat hele moment bouwt op naar de deur. Doet hij die deur open. En dan... Oh, en nou, nu komt hij achter hem. En dan in één keer... En dan verwacht je dat. Weet we kunnen mogen we je dingen bespreken die illegaal zijn? Ja, zeker. Ja? Oké. Dat was ook zo'n moment van... Soms kijken we films via torrents of enge andere dingen... En dan was ze van de Scream. Dat moment, dat ging opbouwen. En ik kwam er reclame van die moment, van die slot. Ja, man. Maar dat was zo'n illegale streampje. Maar dus, ja, maar A24, trailer, horrorfilm. Nice, A24 doet altijd goed werk. Altijd. Kan filmfestival zit eraan te komen. Ja, man. Ja, ik heb ook een post online gezet van titels waar we naar uitkijken.
Waaronder andere Killers of the Flower Moon, Asteroid City en Indiana Jones. Kijk. Indiana Jones, dat kijk ik wel echt naar uit. En ja, wat zagen we nog meer? Trailer van Jennifer Lopez enzovoort enzovoort. Ja, laten we door man naar de nieuwe releases man. Zeker. Want ik heb een aantal nieuwe releases. Oh, laat maar komen. Ja, want deze week niet heel veel nieuwe releases. Ja, Nederlandse release hier, een Nederlandse release daar. Mm. Maar wel een release, Evil Dead Rise. Ja, gebaseerd natuurlijk op de film Evil Dead van Sam Raimi. Okay. Sam Raimi, kun je kennen van onder andere Spider-Man 1, 2 en 3. Mm. Ja, dat was volgens mij zijn tweede film ooit, Evil Dead. Budgetfilm was het. Dat zie je ook echt heel goed terug. Maar wel gewoon één van mijn favoriete horrorfilms. Ja, Evil Dead 2. Net zo. Alleen dan nog beter. Hè, met de budget die erbij is gekomen. Ja. Nou ja, Evil Dead Rise is dan gewoon eigenlijk een nieuw jasje. Moderner. Ja, voor de rest A Good Person. Met Morgan Freeman. Oeh. Altijd goed toch? Morgan Freeman. Ja, die draait dan inderdaad in de bioscoop vanaf de 20ste. Ja. Ja, en dan nog andere kleine titels. 21ste Ghosted op Apple TV+. Serie van Drops of God, 21ste op Apple TV+. De 20ste The Diplomat op Netflix. En het is allemaal heel erg schaars deze week. Maar ik hoop dat er wat tussen zit voor jullie, man. Maar de Evil Dead Rise, die kun je zeker checken. Misschien is het tijd van het jaar. Ja. Ja, en reviews. Oh, sorry. Ja, er zitten nog. Dit zijn wel gewoon een aantal titels inderdaad, maar we hebben nog een aantal andere titels erbij. Mocht je een overzicht willen, check dan @thevideocorner op Instagram. Reviews. We hebben afgelopen dinsdag natuurlijk een review gehad van de Super Mario Bros. Movie. Klopt. Ja, en er zit een nieuwe review aan te komen. Die doen wij aanstaande dinsdag op de podcast-app en op YouTube. Een review van Air. Air. Ja, het verhaal van Nike en LeBron James. LeBron James. Dus dat gaan we zeker checken. Ook die kun je vinden op YouTube en je favoriete podcast app. Ja, mis hem niet. Nogmaals, volg @thevideocorner op Instagram. Jongens, willen jullie wat nog aan toevoegen? Heb ik nog iets te melden? Volgende week. Wacht. Ik heb nog wel wat toe te voegen. Oké, dan komt daar. Ja, mensen, steun ons alsjeblieft als je luistert. Door gewoon een review te droppen. Door te abonneren. Door gewoon onze post af en toe te liken. Een review vooral dan op Spotify en op Apple Podcast. En vergeet niet te subscriben op YouTube. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dat is ook heel erg belangrijk. En sorry jongens. Jullie kunnen weten waar. Nee, dan geef je de woord aan Akan nog. Ja. Want? Volgende week. Want volgende week. Ja, wat hebben wij volgende week? Ja, want volgende week, omdat wij aan de Ramadan doen, kunnen we niet zoveel eten nu. Ja. Helemaal niet. Volgende week kunnen we dan weer wel eten drinken. Inderdaad. En dus hebben we een nieuw segment. Hakan? Yes. Ik neem iedere week, iedere podcast, neem ik wat lekkers mee voor jullie. Ja. En dat is dan niet in de zin van lekkers, ik ga hier niet met een broodje dunner zitten. En ook je zakchips. Het kan als het in een bepaalde land wordt gedaan. Ja. Maar het is meer in de vorm van, wat kun je meenemen naar de bioscoop? Nee, meer in de vorm van, wat wordt er verkocht in de bioscoop in bepaalde landen? Wat eten mensen in de bepaalde Daarom bioscoop? Zei ik, dunner kan. Misschien als ze in Turkije dunner verkopen. Gewoon, dus iedereen aan de kebab tijdens het eten van Super Mario Bros. Ja, dan kunnen wij dat hier ook. Juist. Ik hoop dat jullie van gefrituurde mieren houden. Want in Colombia eten ze gefrituurde mieren in de bioscoop. Ik ben benieuwd, man. Ja. Verras ons, man. Ja. Komt helemaal goed. Nou, jongens, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie aanwezigheid. Yes. En de luisteraars bedankt voor het luisteren. En dan, ik ben benieuwd naar jouw segment volgende week. En tot volgende week. Joejoe. Komt helemaal goed. Joejoe. Hasta la vista. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.